sta weer op een ander plekje in Liemt. Ik sta hier met Dorien Bekkers. Hoi Dorien. Hallo. En dit is de buurtvereniging Hezelaar. En die zijn ook aan het bouwen. Ja, dat klopt. Vertel eens. Nou, we zijn met de buurtvereniging dit jaar weer gestart om mee te doen met de optocht. Er waren twee aanleidingen voor. Enerzijds, onze buurtvereniging bestaat 40 jaar. Fischert. Dankjewel. En we hebben eigenlijk alle jaren meegedaan, maar de laatste jaren raakt het een beetje in het slop. En daarbij komt dat dit jaar de jeugdprins in de straat hebben te wonen. Prins Laske woont zelfs hier op de locatie waar we zijn. En daar vonden we reden van, we willen toch meedoen met de optocht. En de andere jaren hebben we ook meegedaan met de kinderen vooral. Want van vroeger uit hadden we in Liemt de kinderoptocht en die gingen met de kinderen meedoen. Maar we hadden zoiets van, we willen eens met volwassenen mee gaan doen aan de optocht. Dus vandaar dat we met een paar buurvrouwen hebben bedacht om het idee op te vatten om mensen uit te nodigen om mee te doen met ons. Leuk. Ja. En we staan hier naast de wagen. Ja. Vertel er eens iets over. We waren dus met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten op een gegeven moment om een idee te laten ontstaan. En alle pratende en het thema van dit jaar in Liemt, een vis is geen vis als je niet bent geweest. We hebben natuurlijk de prins erbij, dus het kwam een beetje op het koninklijke terecht. En al pratende kwamen we uit op het thema de gelarsde prins. Of de gelarsde kat is het eigenlijk. Omdat we natuurlijk Prins Lars hebben en van daaruit de gelaarsde kat. Dus we zijn een beetje het sprookje van de gelaarsde kat aan het uitbeelden. Met de nodige carnavaleske inslag, om het zo maar te zeggen. Dorien, ik zie dat we hier langs de wagen staan. Mm-hmm. Vertel er eens iets over. Hoe hebben jullie hem gemaakt? Nou, de wagen moest dus een koets worden. Dus we hebben in de straat bij een buurman die zo'n paardenwagen heeft, zijn we gaan vragen van God, mogen we jouw wagentje lenen? Dan kunnen we daar misschien iets een koets omheen bouwen. En aan de hand van een plaatje van internet hebben we een beamer gepakt en die op een grote plaat gezet. En hebben we het helemaal uitgetekend. Slim? Ja, slim hè? Handig? Ja, handig. En met een decoupeerzaag uitgezaagd. En die zijn we druk met schilderen en het verder aangeleden. En wordt het een mooie koets. Het wordt een koets, er komt nog van alles op en aan. Ja, er komt in ieder geval nog een hele mooie kroon bovenop te staan. En er komt een tractor voor staan, die zijn ze hier achter aan het maken met twee paarden daar aan de zijkant aan. Dat het zogenaamd is dat de koets dus voortgetrokken wordt met paarden. Ja, leuk. Ja. Leuk idee. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Okay. Succes ermee. Ja, dankjewel.